Ja, ik doe altijd zo en dan. Weet je, en dan lijkt het alsof ik het kan, maar het lukt niet. Het is vrijdag 12 november en dat betekent een nieuwe Pantelitsch video. Kavinsky, normaal kom je hier aan met een jas van 4 kamelen dik. Ja. Is het ijskoud? Kom je in een bodywarmer? Ja, Lars, een steeds meer opkomende trend in het stadion is bier gooien. Dus er moet nog wel eens wat naar de stomerij. Ja, dan sta je hier te vernikkelen. Hoe kom jij naar de stomerij met je hele jassencollectie? Ja, ik huur dan een bus. En dan, je bent een liefhebber, hè? Zeker. Verzamelaar. Verkoper. Ja. Je zit echt in de jassenbranche. Ja. Nou ja, mooi. Wij gaan het vandaag hebben over de Ajax-jeugd. Dat faalde tegen de AZ-jeugd. Ja. Over jonge Ajax, dat overtuigend won bij VVV. En ja, mensen, we gaan er echt op terugkomen. 0-0 tegen fucking Go Ahead Eagles. Staan we weer op de toekomst? Ja, Lars, toen je mij vroeg, waren de andere temperaturen in ons land? Het is koud. Iedereen is uitgewaaierd. Internationals, naar de jeugdteams, naar het grote oranje, naar jong oranje. Ik zie wel de vrouwtjes continu arriveren. Die zijn er nog. Ja, daar ben jij in geïnteresseerd. Maar verder is er weinig te doen op de toekomst. Nou ja, ik zag dat de Ajax-vrouwen afgelopen weekend een hele goede wedstrijd speelden tegen de PSV-vrouwen. Heb jij nu weer niet gezien? Ik hoor het je zeggen. Nee. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik heb een buurman die slaat me om de oren als ik zeg dat ik niet echt geïnteresseerd ben in vrouwenvoetbal. Dan ben ik bijna anti-vrouw, maar ieder zijn ding, maar niet voor mij. Ik wel hoor. Gewoon zo doorgaan naar Ajax-vrouwen. Jullie maken mij trots. laten wij het hebben over de jeugd. Zowel Ajax onder de 18 als Ajax onder de 17 speelden tegen de jeugd van AZ. En de jeugd van AZ is nog niet onze favoriete tegenstander dit seizoen. Die winnen iets te vaak, hè? Die gasten zijn goed, man. Die zijn wel goed, maar ik moet wel even een kanttekening maken. Want ik praat daarmee niks goed. Want Ajax onder 18 heeft bijvoorbeeld gewoon genoeg talent waarmee ze van AZ zouden moeten kunnen winnen. Meer rek- en strekoefeningen aan het doen. Ik pak hem weer even op. onder 18 van AZ die had volgens mij 4 dispensatiespelers. Waaronder Max Meerdink, de zoon van Martijn Meerdink. Nou, die ziet er op zich al uit als een oud kroegeigenaar die aan de pruimtebak zit. Dus die scoorde er ook eentje. Klopt. Dus, maar goed, dat vertekent wel een beetje. Hoe zit dat met dispensatiespelers? Ja, die jongen, ik meen dat bijvoorbeeld die Meerdink is gewoon 18. Ja, het is onder 18 dat elftal. Dus ik meen dat Ajax onder 18 heeft alleen Dal als dispensatiespeler. Ja. Die speelde niet. Dus nou ja, goed, op die leeftijd is dat wel een wereld van verschil. Maar nogmaals, geen excuus. Ajax is aan zijn stand en naam verplicht om tegen AZ gewoon vaker te winnen. Want, ja. Dit seizoen lukt het volgens mij nog niet echt tegen AZ. Nee, maar die staan ook bovenaan in de competitie. Ja. Ajax had weliswaar een wedstrijd minder gespeeld van tevoren. Maar ja, AZ loopt weer 3 punten uit. Dat kwam ook een klein beetje doordat in minuut 75 onze grote vriend Aartsen gewoon uitglijdt in de opbouw. Niet de eerste keer dat hij een slippertje maakt. Nee. Daarvoor gaf hij bij de 1-1 wel een geweldige bal op van Axel Dongen. Maar die zit er ook niet lekker in, hè? Dus nee. Daar moeten we kritisch op zijn. Ja, nou ja, van Axel Dongen noem je even. Die vond ik bedrijvig. Ja. Het doet me wel een beetje denken aan al die jeugdspelers die we de afgelopen jaren hebben gehad. Met Lukoki tot Shane Nunnally, tot Meni. Weet je wel, in de jeugd heel bedrijvig, goede acties. Hij heeft ook al een paar keer meegedaan bij jonge Ajax. Ja. Dan is hij nog net iets te jong, denk ik. Ja, misschien wel. Ook een hoop geblesseerd geweest. Dat hij naar onder 18 ging als ze Youth League speelde. Ja. Ja, ik vind het altijd moeilijk bij zo'n speler als van Axel Dongen. Bij mij staat hij er goed op. Alleen, maar echt zijn potentie in te schatten. Ja, precies. Wordt dat Bergwijn niveau of wordt dat inderdaad Lukoki niveau? Want ik had Nunnally ook hoger ingeschat. En ja, goed, ik ben ook een gek fan van Kalokko. Die speelt ook in de jeugd bij Ajax. Ja, die schat ik dan misschien ook toch weer hoger in. Ander type weliswaar, maar ja moeilijk. Ja. Nou ja, laten wij naar jong Ajax gaan. Die speelde in de Cool uit bij VVV. En al na een paar minuutjes was het raak. Ja. Hele mooie goal van Kenneth Taylor. Ja. Zijn 4e goal in pas zijn 5e wedstrijd voor jong Ajax. Nou, dat doet hij niet onaardig. Nee. Mooie bal van Jensen, mag ook eens gezegd worden. Zeker weten, zeker weten. Maar een geweldig aanval inderdaad, die 1-0. En ik weet, jij, we hebben het de vorige keer over gehad. Jij bent meer fan van Taylor dan ik. Ik vind Taylor een typisch gevalletje. Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Zou misschien een mooie verhuurperiode. Zou voor hem niet onaardig zijn. Hè? Nee. De winterstop, even een halfjaartje gaan voetballen.
bij onze vrienden in Enschede of zo. Het is wel, denk ik, toe aan een hoger niveau dan Jong Ajax. Ja. Alleen Ajax 1, daar kom je niet zo snel in nu. Hetzelfde heb je natuurlijk met Danilo die daar in de spits loopt. Dat slaat ook echt nergens op. Dan komt VVV op een gegeven moment op 1-1. Ziet jouw grote vriend Gorter er toch niet helemaal lekker uit, hè? Nee, nee. Balletje viel ertussen, tussen de verdediging en de keeper. Nee. Hij wil wel komen. Weinig overtuiging. Ja, hij zat mis, hè, met zijn handje. Ja. Dus, en dan wordt gelijk... Een beetje slap handje. Ja, slap handje. En ik hou wel van zijn stijl, maar het is een beetje een eigenaardige jongen. Ik noem hem voor de gein wel eens Mac Gorter, omdat hij maniertjes heeft van McGregor. Ja. Hij bij de, ik meen dat dat bij de 2-1 was, of bij de 1-0. Daagde hij het publiek nog even zo uit. Ja. Nou ja, goed, dat is allemaal leuk als het goed gaat. Ja. Maar het wordt irritant als je niet zo goed keept. Maar heb je naast jouw Jasso ook nog de kans... Of ook nog tijd om assistenttrainer van Jong Ajax te worden? Dat wordt inmiddels ook al geopperd. En dat werd door 5 mensen gelijk weliswaar. Dus ik houd me aanbevolen. Nog liever dan mijn jassencollectie bijhouden. Dus John, nogmaals, we spreken je regelmatig aan. Ik kom graag naast je zitten. En, het zou echt schitterend zijn. Vraag niet zoveel, hoor. Jij met je hele jassencollectie op die bank. Ja, waarom niet? Spelers gewoon aan het warm lopen. Waarom niet? De replay staat mij vast ook vrij aardig. Na de 1-1, 2-1. Ja, het houdt niet op. Naatje Unuvar doet het gewoon weer. Ja, wordt echt tijd om... we hebben het geloof ik wekelijks over hem, maar dat is de beste speler in de KKD. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Dus je hebt Ajax 1 gezien afgelopen weekend. Ik vind juist dat je op 10 nu wel eens een mannetje kan gebruiken die in dat korte, die kleine ruimtes wat kan teweeg brengen. Hij moet gewoon een keer bij de selectie zitten. Ook gewoon om te voelen dat je er tegenaan hangt. Zeker, zeker. Ja, aankomend weekend ligt alles stil, hè? Ja. Weinig om naar vooruit te kijken. Dus laten wij naar de arena gaan. En nog maar eens gaan terugkijken naar die prachtige 0-0. Moet maar. Zondagavond. Zo. Zo, wat is jouw trots of teleurstelling deze week? Nou Lars, ik denk een beetje voor de hand liggend. Maar als je met deze selectie... 9 verliespunten voor elkaar weten te krijgen, dan doe je iets niet goed. Nee. En ik denk dat dat de teleurstelling is voor iedereen zo'n beetje is. Dus die deel ik. Ja. En jij? Nou ja, ik heb een trots / teleurstelling. Define Range. Hele domme rode kaart afgelopen weekend tegen VVV. He, pakt een gele kaart, trapt de bal weg, krijgt direct een tweede gele kaart. Maar ja, tegelijkertijd wordt hij wel weer gewoon opgeroepen voor Oranje. Jurriën Timber, Steven Berghuis viel af. Maar Rens mag er weer bij. Van Gaal ziet er duidelijk wat in. Hè? Zeker. En hij heeft het vorig jaar natuurlijk ook wel laten zien bij Vlagen. Zal misschien ook met ritme te maken hebben. Dus, wel. Weet je, het is wel gewoon een domme kaart bij Jong Ajax. En dat mag je niet gebeuren als je vanuit Ajax 1... Nee. Want je bent ook de dupe. Hè? Je mag dan ook niet bij de selectie van het eerste zitten. Totdat je schorsing is uitgezeten bij Jong. Ja. Dommigheid heeft niks met vorm te maken. Maar goed, hij heeft 2 goede begeleiders. Dus ik denk dat hij... Dat hij wel met beide benen op de grond gezet wordt. Laten we het hopen. Nou, gezien er weinig is om op vooruit te kijken, tenzij jij het over het Nederlands elftal wil hebben. Niet per se. Gaan we nog maar even terugkijken naar vorige week. Nee. Duidelijk is geworden, wij zijn niet Jomanda, hè? Nee, het is ook maar goed dat het Unibet voor Nederlandse gebruikers is opgeschort, want dat scheelt mij weer een hoop jassen. Ja. 7-0. Ajax thuis 5-0, het is een vaste prik. Liep even anders. Kwam weinig van terecht. Ja. Nee, we zullen wel om de oren geslagen zijn. Ik heb de comments niet bekeken onder het filmpje, maar... 7-0 liep even anders. En ik had volgens mij als man of the match... Invaller Darami gaat het laten zien. Als invaller, oké. Ja. Nou, ik had het op Twitter gezet. Ik denk, als het pionnetje had neergezet, had hij er 3 keer tegenaan gelopen. Maar ja, dat is misschien ook de reden dat we hem nog niet zoveel zien. Nee, ja, misschien... kijk, het is nu te vroeg om af te schrijven. Maar laten we maar wat meer minuutjes maken in Jong. Want Van Axel Dongen zit er toch bijna niet bij. Ja. En kan Unuvar op 10. Hij op links buiten. Nou, laat hem daar even 3 goede wedstrijden spelen. Dan word je straks nog kampioen in de KKD ook. Ja, zou wel. Ik sluit het niet uit, want we zitten nu wel weer heel dichtbij met Jong, hè? Nou ja, Ajax Eagles, ik wil er verder niet te veel woorden aan vuil maken. Wat wel positief was, Ajax en de familie Nouri zijn tot een overeenkomst gekomen, zijn eruit. Ja. Achter ons hier bij de fanshop hangt hij nog steeds, Stay Strong Appie, nummer 34. Ook wel fijn dat dat een stukje rust geeft, hè? Ja.
fijn. Dat is het enige wat ik krijg. Ik zat wel de NOS voetbalpodcast te luisteren. Daar zei een van die gasten van het schijnt dat de familie niet helemaal tevreden is. Daar werd ook terecht opgemerkt van ja, op het moment dat je een compromis gaat sluiten, moet je allebei water bij de wijn doen. Dus zijn alle partijen niet volledig tevreden. Ja. Maar ik hoop, dat heb ik ook in de reguliere podcast met Danny gezegd, dat we het nu weer eindelijk echt alleen maar over de voetballer en de persoon kunnen gaan hebben. En heel weinig positiviteit de komende week. Ga je kijken? Lekker Nederland zelf dan tegen Noorwegen. Maar moeten ze tegen Noorwegen? Ze moeten tegen Noorwegen en nog tegen iemand, maar die weet ik niet. Nou, dan moet ik echt helemaal niks te doen hebben. Dan ga ik hem misschien aanzetten, maar Nederland zelf is voor mij niet weggelegd. Dus ik ben blij als Ajax weer begint. Over twee weekjes. Ja. RKC uit. Jij bent er dan bij. Ja, fietsenstalling. We weten nog niet helemaal of wij er volgende week weer zijn. Het ligt er een beetje aan. Er wordt natuurlijk weinig gevoetbald. Maar ja, misschien kunnen we wel eens een keer iemand spreken van jonge Ajax of van de Ajax-jeugd. Dat gaan we zeker proberen. Ik vond het wel weer leuk vandaag. Zeker. Ik hoop de mensen ook. Laat even een reactie achter over Kevin's jassencollectie of al het ander wat je anders aan hem opvalt. Bijvoorbeeld die mooie gouden klok van hem. Doe een duimpje omhoog en tot de volgende keer. Ciao.